Na 3 jaar kan de afstudeerceremonie van het Polytechnisch College Suriname, PTC, weer normaal voortgang vinden. 39 studenten, waarvan 12 masterstudenten en 27 bachelorstudenten, konden zichzelf na de COVID-19-achterstand eindelijk afgestudeerden noemen. PTC-directeur Robbie Holband zegt dat het belangrijk is om je als mens te blijven scholen, gezien de huidige ontwikkelingen van het land. Een land dat zich niet laat scholen, is gedoemd achter te blijven, stelt de directeur. Je moet je blijven scholen, vandaar dat wij het heel belangrijk vinden, ondanks de situatie, ondanks de uitdagingen, dat je blijft studeren. En soms kan het niet zijn dat je een lange periode aan het studeren bent vanwege de financiële zaken, maar er zijn altijd andere mogelijkheden om korte cursussen, trainingen te volgen. Maar scholing is gewoon een vereiste. En we weten ook wat er in Suriname gebeurt. Twee opeenvolgende ministers hebben het gezegd van onderwijs. De laatste heeft gezegd van 54% is op was het middelbare of lagere school, toch? De andere heeft gezegd 6% is hoger opgeleid. Dat betekent dat we een niveau hebben in onze samenleving van erg laag geschoolde mensen. En dat moeten we opkrikken. En zeker voor een land die in ontwikkeling is, een land waar we praten over diversificatie van onze economie, gaan we extra veel aandacht moeten besteden aan onderwijs, zodat we de mensen kunnen krijgen om die ontwikkeling te doen. Want alle plannen, ik heb het ook al een keer gezegd, alle plannen die we maken zijn gedoemd te mislukken omdat je geen mensen hebt. Holban noemt dit gebeuren een mijlpaal vanwege de vele obstakels die deze groep heeft ervaren. De COVID-19-pandemie heeft in het alledaagse leven veel doen veranderen, zo ook in het onderwijssysteem. Bijzonder is wel dat de studenten niet hebben opgegeven, ondanks de moeilijke financiële situatie waarin het land zich bevindt, geeft de directeur te kennen. De situatie van het land. En voor de meeste van deze studenten is natuurlijk ook COVID, want ze zijn eigenlijk gestart in die COVID-periode. Dus COVID is ook wel een hele grote uitdaging geweest. De overschakeling van fysiek onderwijs voor de studenten die niet voor online onderwijs hadden gekozen, was het ook een uitdaging. En de situatie van het land waar zaken steeds duurder worden. De directeur geeft mee om innoverend over zaken te denken. Dit zal helpen uitdagingen in de toekomst te overkomen. Als je te snel opgeeft, ben je bezig jezelf te trainen om bij elke tegenslag terug te krabbelen. Blijf daarom doorzetten. Aldus Holband.